En begin deze alvast open te maken. Ja, dat is goed. Dan schuif ik ook als je de kerkgraf af. Ik weet al, knoop, pof. Ja. Ja. Nou. Ja, dat gaat wel. Prima. Ja. Lekker met Proviski, Napoleon. Bij zo. Bananas. En geen whisky? Nee. Bier, jenever, of Geneva staat hier eigenlijk, Noorderdrachten. Ja, Noorderdrachten, bierbrouwerij. Jan had in zijn informatiepakketje gezet, gisteren verkwisten is natuurlijk zonde. Dat klopt. Nee eens. Dit is eigenlijk... Ja, eigenlijk een hersenspinsel van, ja, hersenspinsel wil ik niet zeggen, maar het is eigenlijk een ideetje van Jan. Omdat de bierbrouwerij Noorderdrachten een partij afgekeurd bier hadden, dus wat niet aan hun kwaliteitsnorm voldeed om te kunnen verkopen als bier. Had Jan zoiets van, weet je wat, we gaan het stoken. We kunnen het weliswaar niet als whisky verkopen, maar kan ik wel als een jenever verkopen. Wat? Ja. Ja, oké. Het begin van whisky is eigenlijk lijkt het begin van bier. Het is eigenlijk hetzelfde. Je begint met hetzelfde traject met je graan, water. Alleen bij bier moet je van alles toevoegen, onder andere hops. Want mag je bij whisky niet, anders mag je whisky eten. Vandaar dat dit ook jenever is en geen whisky. Die hebben we al gehad. Ja, en Jan heeft dat laten stoken bij een fruitstoker, ook een fruitdistilleerder, Leo. En ik zei, ik had net tegen met Mentioneel en Dennis over het. Leo is de partner van een ex-collega van me. Heel toevallig. En er staat nog steeds op mijn lijstje om daar heen te gaan op bezoek. Ik ga alvast wat inschenken voor jullie. Er mag wel meer zijn ten opzichte van de kandidaat. Ja, dat... Ja. Afstandig is het al heel lekker. Ik kan deze moet weg, hè? Ja, verder. Ja, bij Jan op de website staat een hele verhaal hoe het stoken en dat. Dan ga ik jullie niet meer vervelen. Zijn er al wel voor bieren dus geweest? En ze even kijken. Hadden ze daar wat over? 6 hours later. Nee, er staat niet bij wat voor bier het is geweest. Nee, oké. Na het stoken heeft dit mogen narepen op een Chateau Castera wijnhogshead. Zeg ik dat nog goed? Ja, het is een zwaar rode Bordeaux wijn. Medoc. Waar schrikken als je nodig hebt. Ja. Je had wat meer over kunnen zeggen. De slaat ging op 65% het vat in. Maar daarmee is het vat precies vol. Uiteindelijk gebotteld aan 47,3. Nice. Ja. In ieder geval een tijdje mogen liggen. Dus in het vat 6 juli 2020 en 2 november 2023 eruit gehaald en gebotteld. Dus 3 jaartjes. En voor de rest geen toevoegingen, niet bijgekleurd. Toevoegingen. Er zijn een paar dingetjes wel toegevoegd, omdat het jenever is. Wat heeft Jan erbij gezet? Heeft er ook bijgezet wat er gegaan is? Jeneverbes, zoethout, kaneel, sinaasappel en anijszaad. Oké. Okay. Dus die aroma zou we eruit moeten kunnen halen. Oeh. Ja, waarom ik vroeg wat voor bier. Als ik hier een ruik, denk ik aan, of aan een hoppig blond bier. Mm. Zelfs richting IPA-achtig bier. Mm. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan het citrus en het, wat ze erin hebben. Ja, dat is ook iets wat veel voorkomt bij IPA, toch? Dat citrus ja, en de hoppig komt ook.
Ja, het, de proefnotities van Jan staan natuurlijk ook in het informatiepakketje. Neus, eerst wat genoemd wordt is bier. Doorbeest ja. Natuurlijk. Ja. Ja, kruidig, moutig, rozijn, licht zoetje, citrus en fruitcake. Een hele mond vol. Maar dat citrus, het is een beetje een combinatie van citroen en grapefruit, vind ik. Ja. Ja, het is een... Het is een, het is een pap. Maar prettige pap. Ja, nee, zeker. Het is heel, heel fruitig. En dat sowieso. Dat citrus... randje en ook dat, dat hoppige, dat is inderdaad iets wat sterk naar voren komt. Dus. Ja, maar daarnaast heb ik ook wel iets van een beetje donker, donker zoet, rozijnen. Ja. Kan natuurlijk ook komen dat het op een rood wijn wat heeft gelegen, uiteraard. Ja. Nou, als je een beetje allemaal combineert en dan snap ik dat de fruitcake. Fruitcake, ja. Ja. Apart. Maar het is heel lekker. Ja? Echt heel lekker. Ja, heel, heel fris eigenlijk. Ja. Het is ook weer afhankelijk van wat voor bier dat ze gebruiken. Maar als ze bier wordt gebruikt, als ze bier gebruiken voor dit soort dingen, komt het vaak over zwaar over. Nee. Wordt zwaar. Niet echt fris en fruitig en lichtvoetig zoals dit. Dit komt niet absoluut zwaar over. Nee, totaal niet. Ik ben echt wel benieuwd naar. Gezondheid. Ja. Het eerste is de jeneverbes. Maar het zit ook een. Maar vooral nu. Peper. Peper, maar ook een beetje een mintachtig iets. Maar niet kauwgum munt, maar echt een verse munt. Verse munt, ja. En vooral als je via je neus uitademt. Ja, ja, en dingetjes wat op de neus zaten, komen ook weer terug op de mond. Jan zei, heeft zelf geschreven, krachtig pepertje, kruidig, citrus tonen, eikenhout en de mint waar ik net over had. Maar wat ik op de neus had van citrus, dat grapefruit, vind ik ook sterk terugkomen op de mond. Ja, ik ben wel het biergedeelte kwijt. Dat wel, ja. Het is meer, nu gaat het richting gin, slash jenever. Ja. En, ik zeg niet dat ik het mis, maar ik ben wel kwijt. Ja. Ik vind het... Dat is heel wat was het? 46 nog wat? Hoe zijn het? 47,3. Ja, had ik hem niet gegeven. Nee. Dat kan dus een gevaarlijke worden. Ja. Nee, weet je, hij heeft wel wat bite, maar dat komt waarschijnlijk door het pepertje. Want je voelt wel even tintelen hier en daar. Maar het is niet dat ik denk, goh, ik ben 47% aan het drinken. Nee. Ja, het zoethout, dat pik ik niet eruit. Nee, niet per se. Op dit moment nog niet. Het kan ook zijn dat het, als je het ergens in gaat doen om te mixen of wat dan ook, dat dan aan de voorkomt. Maar... De afdronk vind ik vooral, qua smaak valt het wel mee, maar hij begint wel vrij heftig, zeg maar. Hij blijft doortintelen. Maar gaat wel heel snel over naar heel zacht en dan krijg je wel iets kruidigs. Ja, gaat er naar een kruidige fruitcake. Dat fruitcake komt wel heel sterk terug op de afdronk, vind ik. Ja. En dat grapefruit citrus op de neus en op de palet gaat over naar sinaasappel op de mond, vind ik. Ik vind hem apart lekker. Ja. Is er niet veel wat jij niet lekker vindt, maar... Jawel, Canadian Club. Ik vind het niet lekker. Ben ik net achter gekomen. Ja, hij staat... de nieuwsbrief slash informatiepakketje... Verwachte winkelprijs ligt tussen de 35 en 40 euro. Ja, oké. Okay. Als je rondkijkt, kom je al op die prijs uit. Maar ik heb ook hier en daar gezien dat ze toch eroverheen gaan zitten. Dus als je graag een flesje wilt... Kijk even goed dat je wel bij de juiste website terechtkomt als je online gaat bestellen. Ik denk niet dat dit iets is wat je snel bij de vaste slijters gaat vinden. Want het is een vrij beperkte... 400-500 flessen? Ja.
498. Ja, maar sowieso, dit ga je, beek ga je volgens mij sowieso niet in Limburgse slijt als echt tegenkomen. Nee. Volgens mij in de buurt van Kampen, waar beek vandaan komt, zul je waarschijnlijk vaker gaan vinden. Het is mij ooit één keer gelukt om een landgraaf een fles beek op de kop te tikken. Ja. En ik heb helaas nooit gezien hier in de buurt. Ja, en ik heb bij een bekendere slijter in de binnenstad een fles kunnen bestellen. Ja, nee, oké. Okay. Maar het is niet iets wat ze standaard voorraad hebben. Je moet er wel naar vragen. Oké. Okay. Ja, 8,5. Normaal geef ik geen punt voor. Ik denk wat geen whisky zijn, maar ik ga toch zeggen 8,5. Ja, nee, dat meent. Meent. Ja, daar ga ik ook mee. Dat is gewoon lekker. Daar ga ik mee. Heel apart, maar wel lekker. Je gaat heel snel op, denk ik. Nu is mijn vraag: zijn er nog andere biers in Nederland? Ja, dit is niet de eerste. Van Beek. Ja, dit is de tweede. Voor als ik een x aantal jaar terug heeft Jan nog een bier. Nee, oké. Okay. Maar zijn er in het algemeen nog meer bieren? Dat weet ik niet. Nee, maar dat ga ik wel even opzoeken. Ja, ja, pas wel. Maar hier geldt ook voor, ik ga dat, dat geldt natuurlijk hetzelfde als voor, hoe heet het, Jules van, het ligt er al wat voor bier je gaat gebruiken, wat de uitkomst gaat zijn. Grappig. Ja, misschien moeten we eens even met Gerre babbelen. Als Jules een beetje een schijnwerper verloren heeft, misschien kan hij overstappen naar Frits. Nee. Maar... Oh nee, die heette niet Frits. Hè? Oh nee, dat was Theo. Ja. Nee. Dus. Pakken we een pallet Schultenbrouwer. Ja, je moet hem dus toch... Ja. En meer kan ik niet vinden op dit moment. Maar heel even snel. Peek. Ja. Dus. Gaat hij ook nog eens een keer wat maken wat ik niet lekker vind? Nee, tot nu toe niet. Stop ermee. Die heb je gehaald via de bekende slijter in Maastricht? Nee. Nee. Okay. Nee, dit is gewoon online. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Gezondheid. Go away. Dood. Kan die ook niet zo doen. Ga je ook niet meer. Dit is wel... Ja. Het gaat er heel makkelijk in. Misschien wel iets te makkelijk. Mm-hmm. Lekker. Je gaat heel snel op, denk ik. Ja. Dat, ja. Nou, ik weet het wel zeker. Je moet gaan verstoppen voor de vrouw, denk ik. Ik denk dat zij dat ook doet. Jij hebt de fles. Hm? Moet jij je verstoppen voor de vrouw of de fles? Nee, dat valt niet meer te verstoppen. Maar hey, de fles. Met de fles. Ja. Bon.